Ik ben Edith van den Ham. Ik zit sinds 2014 in de gemeenteraad van Almelo voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, de VVD. Um, ik vind zelf dat het vertrouwen uh, van de inwoners van in Almelo in de gemeente en de gemeenteraad uh, is, is heel, heel laag. Uh, op het moment uh, hebben de mensen niet het idee dat de gemeente echt wat voor ze doet. De vraagstukken die zij bij de gemeente en ook de gemeenteraad neerleggen, vinden zij niet altijd voldoende beantwoord. En dat is toch een thema wat ik heel graag zou willen oppakken om, om de, de inwoners van Almelo weer dichterbij de gemeente en de politiek te brengen. Ja, de VVD roept uh, ja, ook al de afgelopen vier jaar en eigenlijk al wel langer dat het financiële boekje weer op orde moet zijn. Want enkel als we dat hebben, kunnen we ook andere keuzes gaan maken. En een van die keuzes, wat meteen onze nummer twee is, is twee uur uh, vrij parkeren in de binnenstad. Uh, dat hebben we de afgelopen vier jaar hard bevochten. Het is er helaas nog niet doorgekomen. Maar ook als we die financiën wat verder op orde hebben, dan zijn dat ook keuzes die we dan echt kunnen maken. De VVD gaat zich sowieso hard maken voor twee uur vrij parkeren. Ja, dan wil ik toch die twee belangrijke punten aanhalen. Ik, uh, ik hoop dat ik, uh, uh, ja, doordat ik in de raad, ja, voor het college, maar de raad zit, uh, in ieder geval VVD in het college, uh, toch wat meer vertrouwen kan geven aan de inwoners van Almelo dat we echt wel doen wat ook zij vragen. En, uh, en het parkeerbeleid gaat op de schop.